I know it's been a while. 8 months. Een Zweeds regisseur maakte de filmpjes. Auto's zijn er amper in te zien. Het draait om vrouwen, lifestyle en hoogoplopende emoties. It really hurt. I don't know, maybe I needed a new life too. De campagne is nooit gezien in de automarketing, zegt Mercedes. Dit is wel de meest disruptieve uiting die we hebben. Heel subtiel zien we nog een stukje van de auto in de reflectie van de zonnebril. Maar dit is echt een heel mooi opvallend beeld, wat goed symbool staat voor deze hele nieuwe campagne. Het is een wereldwijde campagne die maandag van start gaat. Het prijskaartje geeft Mercedes niet vrij, maar er werd niet op een euro gekeken. Dit is echt een hele grote campagne, de grootste campagne van Mercedes-Benz tot nu toe. Dus er zijn wel meer dan 100 filmpjes in verschillende lengtes gemaakt. Er zijn ook 90 fotobeelden die worden gebruikt. Dus er is een enorme productie. De campagne promoot de vernieuwde stadsmodellen van Mercedes. De A-klasse, de B-klasse, de CLA Coupé, de CLA Shooting Brake en deze GLA. Hier de grill is nu veranderd, dus daar zijn meer SUV-achtige elementen aan toegevoegd. Nieuwe koplampen. Als we hier kijken naar het interieur. Dat is verder verfijnd. Mooie nieuwe materialen, mooie ventilatieopeningen en heel belangrijk de connectiviteit met de smartphone. Een look die vrouwen en een blitzerpubliek zal aanspreken, denkt Mercedes. In ieder geval mensen die nog misschien niet direct aan Mercedes-Benz hebben gedacht en dat nu wel gaan doen. Dus Moet het wat hipper worden? Ja, dat willen we toch wel. De GLA kreeg al de hoogste high heels rating in Femme Frontale, een autoblad voor vrouwen. Voor de wagen die het best rijdt met hoge hakken aan.